Een jongen van 13 gaat begin december in IJsselstein vissen met zijn nieuwe vismagneet die hij van Sinterklaas heeft gekregen. Hij gooit zijn lijn uit in de Hollandse IJssel en haalt tot zijn grote verbazing een schat aan sieraden uit het water. Wat een avontuur voor de jongen. Ja, best wel heel bijzonder eigenlijk. Het gebeurt bij het dierenasiel aan de Rijpikkewaard. En hij haalt een stuk of 11 horloges, 9 kettingen, oorbellen, ringen, armbanden en nog veel meer haalt hij naar boven. Nou, trots gaat hij ermee naar huis en laat het aan zijn vader zien. Ze hebben het er even over en denken, ja, dit moet haast wel de buit van een groep inbrekers zijn. Dus ze gaan ermee naar de politie toe. Ja, goed besluit. Ja, en nu hopen we dus dat de spullen weer terug kunnen bezorgd worden bij de rechtmatige eigenaren. Misschien bent u dat wel. We laten er een aantal zien, Martin. Klopt. Te beginnen met dit zakhorloge. Best wel een bijzondere exemplaar, hè? En heel herkenbaar, denk ik. Dan is er ook een parelketting bestaande uit 3 snoeren met parels van diverse grootte. Hier zien we die hele reeks horloges van diverse merken. Hopelijk herkennen mensen hun gestolen exemplaar ertussen. En tot slot deze ketting met bijbehorende armband en een kleine rozenkrans. Op onze site kunt u de complete sieradenvangst bekijken. Herkent u nou een van de getoonde sieraden als de uwe? Neem dan contact op met de tiplijn.